Er waren eens twee kinderen die Janneke en Mieke heten. De moeder die kon Janneke niet uitstaan, maar Mieke zag ze doodgraag. De vader daarentegen, die had zijn Janneke innig lief. Op een zekere dag zei de moeder tegen Janneke en Mieke: "Ga maar naar het bos om hout te rapen." Ze gaf Mieke een lekkere boterham mee, terwijl Janneke slechts een sneetje droog brood mee kreeg. 'S avonds keerden Janneke en Mieke terug naar huis. Mieke die had een volle schoot sprokkelhout bijeengeraapt, maar Janneke daarentegen die had bijna niks gesprokkeld. En toen de moeder dat zag, gaf ze Mieke een blozende appel, maar Janneke die kreeg niks. "Hoe krijg ik geen appel, mama?" vroeg het ventje droevig. "Jij?" riep de moeder verontwaardigd uit. De moeder dacht na. En even later zei ze: "Goed, voor die ene keer krijgt jij er ook een. Ga maar op zolder naar de kist en haal er een appel uit." Maar het lelijke wijf volgde Janneke heimelijk op haar sokken naar de zolder. Toen de jongen het deksel van de kist had opgeheven en zijn hoofd erin had gestoken, sloeg ze uit alle macht de kist weer dicht, zodat Janneke's kop eraf viel en met een harde bons op de grond donderde. En nu hakte de moeder haar boze kind in stukken om er soep van te koken. En de beenderen liet ze door Mieke onder de notenboom in de tuin begraven. Toen de vader 's middags van zijn werk thuis kwam, vroeg hij: "Goh, waar is mijn Janneke?" "Janneke is hout gaan rapen," zei zijn vrouw. De vader at zwijgend van zijn soep. "Maar wat een vreemde smaak heeft die soep vandaag," merkte hij na een tijdje op. "Ach," antwoordde de moeder, "wat zou het anders zijn dan dat ze een beetje is aangebrand?" En toen hij zijn soep had opgegeten, ging de vader de tuin in. Zo gauw hij onder de notenboom stond, begon boven in de kruin een vogeltje te zingen. "Mijn moeder heeft mij vermoord, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft mijn beentjes al onder de notenboom gestoken. En roef, daar viel een zak vol geld met een plof voor de vader zijn voeten neer." De vader liep naar binnen en vertelde wat een zonderling voorval hem overkomen was. Ook Mieke ging in de tuin kijken. En zo gauw ze onder de notenboom stond, begon boven in de kruin een vogeltje te zingen. "Mijn moeder heeft mij vermoord, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zuster heeft mijn beentjes al onder de notenboom gestoken." En roef, uit de boom viel een blauw zijnen kleed naar beneden. Het kleed landde vlak bij de voeten van het meisje. Met een popelend hart raapte Mieke het op en stormde ermee naar binnen. Toen liep de moeder naar buiten in de hoop dat er voor haar ook iets uit de boom zou vallen. En zo gauw zij onder de notenboom stond, begon ook opnieuw boven in de kruin een vogeltje te zingen. "Mijn moeder heeft mij vermoord, mijn vader heeft mij gegeten en mijn zus heeft mijn beentjes al onder de notenboom gestoken." En nauwelijks was het liedje ten einde of pardaf, daar viel een zware zak vol dikke stenen recht op de kop van de boze moeder, zodat ze morsdood bleef liggen.